Hoi. Fijn dat je weer meedoet. Deze reeks die ik voor je opgenomen heb, is voor de heupen. Je hebt ervoor nodig misschien een vliesdeken opgerold, om onder een van je knieën te leggen of onder je heup. En voor de evenwichtsoefening kan het misschien prettig zijn om een stoel in de buurt te hebben. Ik zou zeggen, kom heerlijk liggen op je rug. En neem even de tijd om aan te komen bij jezelf. Zoals je ook geleerd hebt in de Pilatesles. Doe maar kort. Dus kom lekker liggen op je rug. Het liefst met je voeten in de Constructive Rest Position, de CRP. Met je knieën tegen elkaar aan en misschien één hand op je onderbuik en de andere hier bij het borstbeen. Dan sluit je je ogen. En merk op hoe je adem stroomt. In deze reeks gaan we ongeveer 6 ademrondes in een houding blijven. De eerste 3 ademrondes is wennen in de houding waarin je bent. Dan 3 ademrondes. Het aanspannen en weer loslaten van je krachtcentrum. En dan 3 ademrondes je krachtcentrum aangespannen houden. Adem, hier dus 3 keer bewust in en uit. Volledig. Misschien ook opmerkend die tussenposes ertussen. Dat je niet alleen Pilates aan het doen bent, maar tegelijkertijd er ook een ademoefening van maakt. Dan gaan we 3 rondes het krachtcentrum aanspannen op de uitademing. En inademend laat je dat weer los. Hou dan het krachtcentrum aangespannen, zo'n 30%, en adem hier weer 3 keer bewust in en uit. Het kan zijn dat je plopjes ervaart in het lichaam en dat je adem naar gebieden gaat waar die al een tijdje niet is geweest. Dat is mooi, want dan krijg je daar een betere doorbloeding en een betere hydratatie. Je gaat je linkerbeen ga je strekken over de grond heen, flex je voet en je rechterknie die trek je naar je toe. En duw hem wat van je af. Voel de strekking ook bij het zitvlak en van het zitvlak naar je rug toe. Ga nu je krachtcentrum aanspannen op het moment dat je uitademt. En hou nu je krachtcentrum aangespannen. Adem gaat weer meer naar je borstkas toe. Dan pak je met alle 2 handen je knieholtes vast. Dan gaan we weer 3 keer krachtcentrum weer loslaten. 3 keer been strekken en buigen.
Voel de strekking aan de achterkant van je benen. Ga nu weer je krachtcentrum aanspannen op het moment dat je uitademt. Maak je mooie peristaltische bewegingen van de vloeistoffen van beneden naar boven toe. Dan hou je je krachtcentrum aangespannen. En dan nog 3 keer dat been strekken. Hou het been uitgestrekt, flex je voet, flex ook je linker voet. Leg je handen aan weerszijden van je heupen neer. En dan gaan we dit rechterbeen gaan we van rechts naar links bewegen. Kijk zelf even wanneer je wil inademen en wanneer je wil uitademen. Nou, 3 rondes. En dan ben je gewend aan de beweging die je maakt. Goed je been uitstrekken. Eventueel een vliesdekentje onder je zitvlak of een groot kussen. Ga je nu je krachtcentrum aanspannen. Adem hier in. Ik beweeg mijn been naar buiten. En adem uit. Ik beweeg mijn been diagonaal naar de linkerkant. Inademend laat ik weer los en adem uit. Je handen staan stevig aan de grond, je schouders blijven stevig aan de grond. Dan gaan we hier het krachtcentrum aangespannen houden. Even daar de tijd voor nemen en dan gaan we weer. Been gaat naar rechts en been gaat naar links. Op het ritme van jouw adem. Blik blijft naar boven toe. Ja, goed. Zo ietsjes meer je knie misschien nog wegstrekken. Okay, trek je je knie naar je toe. Strek je been. Ontspan je handen. Draai je benen even uit. En voel het verschil. Voel de doorbloeding in je been. Dan gaan we het linkerknie naar ons toe trekken. Op het ritme van je uitademing trek je die knie naar je toe. En jij ligt comfortabel op je rug. Nu gaan we op de uitademing gaan we het krachtcentrum aanspannen. Om de vloeistoffen nog ietsjes meer richting je hart te stuwen. Oké, hou je krachtcentrum nu aangespannen en trek die knie weer naar je toe. Dan pak je met alle 2 je handen je knieholte vast en dan gingen we dit been wegstrekken en weer buigen. En het kan zijn dat je voor het andere been helemaal niet een vliesdekentje nodig had, maar dat je voor dit been dat wel hebt. Om nog ietsjes beter weg te strekken naar omhoog. Lengte te maken in je hamstrings, hè, in je kuiten. Dan gaan we het krachtcentrum aanspannen op het moment dat we uitademen. Dus been wegstrekken, inademend en adem uit. Voet gepoint vanuit je hielbeen. Oké, hou nu je krachtcentrum aangespannen. En nog steeds lekker in. En uitademen door alle 2 je neusgaten. Dan houden we het linkerbeen gestrekt. Voeten gaan we flexen. Ook van het uitgestrekte been wat op de grond ligt. Je handen leg je hier neer aan weerszijden. We gaan het been naar opzij toe bewegen. Blik blijft naar omhoog. Dus je linkerbeen gaat nu naar links. En dan til je hem op en dan beweeg je hem naar rechts toe. Hou je schouders aan de grond. En je blik die blijft naar boven toe gericht. Je kan natuurlijk ook je ogen sluiten als je dat prettiger vindt. Oké, dit was de 3e keer. Gaan we het krachtcentrum weer aanspannen. Je ademt hier rustig in. Linkerbeen is naar links toe. Adem uit. Dan gaan we zo dadelijk nog 3 herhalingen maken en dan houden we dat krachtcentrum aangespannen. Misschien merk je wel op dat je je been steeds een stukje verder kan bewegen. Nog 1 herhaling. En dan strek je ook dit been over de grond heen.
Strek je benen. Ontspan ze, ontspan je krachtcentrum, draai je handpalmen geopend. Zet dan je voeten neer aan de grond. Til dan het hoofd op, til je voeten van de grond en kom zitten op je zitbordjes. Gaan we het rechterbeen wegstrekken en het linkerbeen trekken we naar ons toe. Neem je je armen mee naar omhoog. Je ademt hier rustig in en uitademend reik je naar voren toe, alsof er hier op je buik echt een hele grote bal ligt. Dan kom je weer op, adem hier in. En uit, reik ook ver met je vingertoppen. Maak ook je bovenrug zo rond mogelijk. Nog één herhaling. En dan gaan we het zo dadelijk doen met het aanspannen van het krachtcentrum. Inademend. En adem uit. Span goed je krachtcentrum aan. Inademend, laat je meer los. Voel je zitbordjes en je schaambod en je stuit dichter naar elkaar toegetrokken wordt. De strekking bij je benen neemt ook toe. Dan blijven we eventjes 3 ademrondes hier zitten. Maken we geen beweging. Nou je krachtcentrum aangespannen. Breng je schouders en schouderbladen laag. En breng die navel nog wat dichter richting je wervelkloem. Zo 3 herhalingen. En dan kom je vanuit hier terug. En dan wissel je om van been. Linkerbeen ga je strekken, rechter. Ja, ik heb hem bij mijn bovenbeen, maar je kan hem natuurlijk ook bij je knie. Je kan ook nog een vliesdekentje hier neerleggen onder je knieën. Als dat nodig is, ter ondersteuning. Strek je weer je armen op naar omhoog. Je ademt hier rustig in en adem uit. En van je uitgestrekte linkerbeen is je voet geflext. Inademend. Visualiseer een bal op je bovenbeen en duik daar overheen. Adem lekker vloeiend. Gaan we nu het krachtcentrum aanspannen. Je ademt hier in en je ademt uit. Laat je weer los. In, mooie lange wervelklom. En uitademend rond, 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 rond. Nog 1 herhaling. Dan houden we het krachtcentrum aangespannen en dan blijven we eventjes in deze vooroverbuiging. Goed je navel mee naar binnen toe, misschien wel 100%. Je ademt hier in en uit. Hou krachtcentrum aangespannen. Misschien kan je steeds een stukje verder reiken met je vingertoppen van je vandaan. Kom je vanuit hier op naar omhoog, zwaai je je benen naar de zijkant en kom je in de kathouding. Plaats je handen onder je schouders, plaats je knieën onder je heupen. De zon gaat hier schijnen. En dan gaan we de rug even bol en hol maken. Je kunt ervoor kiezen om je voeten plat neer te leggen of ze eventjes te krullen. Vliesdekentje onder je voeten. Lekker bol hol maken van die wervelkolom. Hoofd misschien meebewegen. Dan ga je je tenen krullen. Je brengt je gewicht wat naar achteren toe. En je zet met je rechtervoet een grote stap. Linkervoet, excuus, naar voren. Dan kan dat wat vervelend zijn voor je knie. Dan zet je je rechterhand met vingertoppen even aan de grond. Linkerhand op je bovenbeen. Kun je een beetje je been uitstrekken en je knie wat beter plaatsen. Leg je voet of plat neer of ga je tenen krullen. En adem je rustig hier in en je ademt uit. Een blik is naar voren toe. En als je het nou vervelend vindt om op je knie te steunen, dan heb ik een andere optie voor je. Daar stond die stoel ook bijvoorbeeld voor hiernaast. De andere blijft gewoon doorgaan. Ga je krachtcentrum aanspannen. Dan doe ik hem eventjes voor met het andere been. Dan ga je hier strekken. En ga je hier een rustige beweging maken.
Oké, hou allemaal je krachtcentrum aangespannen en blijf even hier. Ook als je progressie wil in de oefening, dan kan je er natuurlijk voor kiezen om je achterste knie opgetild te houden. En zo door te ademen. En goed je benen weg te strekken. Ja, let goed op je lichaam en doe wat bij jou past. Dan zet je je knie terug. Als die opgestrekt was. Voor iedereen, of voor degene die het been gestrekt hebben, die kunnen makkelijker naar omhoog. En anderen, zet je vingertoppen aan de grond. Strek je je achterste been. En dan kom je staan. Zet je voeten goed wijd. En zet ze net zo wijd als de mat. Of net zo wat wijder dan je mat. En gaan we hier een beweging naar voren toe maken. En weer terug. We kantelen het bekken over de koppen van de bovenbenen heen. Als je het fijner vindt om je voeten uit te draaien, doe dat dan. Ik heb ze wat meer naar binnen toe gedraaid. Dan ben je hier beneden, pak je met je handen even je ellebogen vast en dan bungel je zo even van rechts naar links. Het kan ook zijn dat je licht je knieën wil buigen. Zitvlak gaat vaak te veel naar achteren toe. Visualiseer dat je tegen een muurtje aanstaat. En dan gaan we naar rechts toe. Leggen we eerst de rechterhand. Ik leg hem bij mijn enkel, maar ik kan hem natuurlijk ook bij je knie of bij je bovenbeen plaatsen. En dan blijven we hier. 3 rondes in de strekking. Dan ga je daarna 3 keer je krachtcentrum aanspannen. Voel wat er gebeurt in je lichaam op het moment dat je dat doet. Hoofd laat je lekker hangen. Hou dan je krachtcentrum aangespannen. En adem nog 3 keer bewust in en uit. Kom je in het midden. Pak je met je handen je bekkenbordjes vast. En kom je vanuit hier even op naar omhoog. Draai dan je voeten. Nu is je rechterbeen is voor. En dan laat je jezelf vanuit hier langzaam zakken. Zet je voet weer terug goed neer onder je heup. Eventueel even vingertoppen aan de grond. Been goed wegstrekken. Ja, dus je andere been is nu voor. Eventueel gebruik je weer de stoel. Een paar keer naar voren toe bewegen. Dan blijf je hier in de houding en dan ga je je krachtcentrum aanspannen. Je kan er ook voor kiezen om je knie te strekken. Blik lekker naar voren toe. Je handen losjes op je bovenbenen. Oké, ga nu je krachtcentrum aangespannen houden. En blijf doorademen. Als de adem je belemmert, dan is het voor jou tijd om je knie weer even terug neer te zetten op de grond. En dan kom je vanuit hier weer omhoog. Zet je voeten goed neer op heupbreedte afstand. Of veel verder. Veel verder uit elkaar. Misschien net wel wat wijder dan de mat. En dan kom je hier een paar keer naar voren. En weer terug. Strekken van de draadjes in je benen. Belangrijk om niet te flossen. Goed voor je rug. Dan blijf je hier beneden. Dengel. Pak met je handen je ellebogen vast. En loop dan met je handen naar je linkerbeen. En plaats dan je rechterhand op links. Laat je hoofd hangen. Ademen we hier 3 keer bewust in. En uit. Nog de volledige adem. Ga je daarna op de uitademing krachtcentrum aanspannen. Er is een rotatie
in de spieren van je bekkenbodem. De ene kant moet harder werken dan de andere kant. Hou dan je krachtcentrum aangespannen. Je zit vlak een beetje naar voren toe. Beweeg je knieën misschien heel licht gebogen van het slot af. En dan kom je weer hier dengelend naar beneden. Pak weer even met je handen je ellebogen vast. Dan draaien we weer eventjes naar het rechterbeen. En dan breng je alle twee je knieën weer eventjes terug naar de grond. Plaats je handen weer onder je schouders. Gaan we hier de rug weer bol. En hol maken. Die vloeistoffen rondom je wervelkolom, je tussenwervelschijfjes, breng het allemaal even lekker in beweging. Je kan natuurlijk ook je voeten plat neerleggen als je dat veel fijner vindt. Laatste herhaling. Dan gaan we wel allemaal hier de tenen krullen. En dan breng je je zitvlak op naar omhoog. Puntdak. Dan ga je weer knieën naar de grond. En maak lang die benen, je armen en je romp. Je kan ook je voeten wijder neerzetten, dan is die ietsjes makkelijker. Laatste herhaling. Dan loop je met je voeten naar voren. En dan kom je hier langzaam, wervel voor wervel, op naar omhoog. Zet dan je voeten neer onder je heupen. We gaan staan op één been, het linkerbeen, om te ervaren wat voor druk er eigenlijk op het been terechtkomt. Op het moment ook als je staat, maar ook als je wandelt. Het gewicht van hoofd en arm en romp rust op je been. Nu gaan we drukken met de hand tegen de buitenkant van het been aan. Je linkerbeen is op, je rechterarm is gestrekt naar opzij. Dan gaan we het been diagonaal bewegen, linkerarm. En ga je hier ook duwen met je hand tegen je knie aan. En voel wat voor gewicht. Af en toe valt hier ijs aan de buitenkant naar beneden. Komt natuurlijk dat het lekker aan het opwarmen is. Oké, zo om en om. Duwen. Ademen. Oké, krachtcentrum aanspannen. Duw jezelf omhoog. Vanuit je standbeen. Oké, hou je krachtcentrum aangespannen. Blijven we even een aantal ademrondes hier. Wervelklom mooi lang. Blijf glimlachen. En dan zet je je voet neer. Leg je handen hier aan weerszijden van je heupen. Sluit even voor een momentje je ogen. Adem. Dan gaan we de andere kant doen. Standbeen is links. Rechterbeen til je op. Linkerarm strek je uit naar opzij. Rechterhand tegen je been aan. Gaat die opzij. En duwen. Doorademen. Oké, krachtcentrum aangespannen houden. Inadem. En adem uit. Ik bedoel krachtcentrum aanspannen op de uitademing. In. Duw met je hand tegen je knie. Adem uit. Nog een ronde. En dan blijven we even staan hier. Duw met je rechterhand tegen de rechterbuitenkant van je heup aan. Strek je andere arm goed weg. Duwen. Oké, zet je voeten, zet je neer op heupbreedte afstand. Back extension. En roll down.
kom je weer even in de kattenhouding. Plaats je handen onder je schouders. Plaats je knieën weer onder je heupen. En ga je hier je rug weer bol. En hol maken. En deze kan je natuurlijk zo lang doen als dat je wil. Oké, zet je voeten tegen elkaar aan, zet je knieën tegen elkaar aan, strek je armen even voor je. Child pose. Voel de strekking bij die twee Mickey Mouse oren. Loop met je vingers ver naar voren toe. Voel de verbinding met je armen en je bovenrug. Oké, gaan we hier drie rondes krachtcentrum aanspannen. Op die uitademing, inademen laat je dat weer los. Hou nu je krachtcentrum aangespannen en adem door. Zo komt er een betere doorbloeding in je borstkas, rondom je longen. Hè, op het moment dat je je krachtcentrum aanspant. Kom je weer zitten op je zitbordjes. De volgende oefening kun je op meerdere manieren doen. Je kan natuurlijk komen zitten met je zitvlak weer op een vliesdeken. Ik ga hem rustig opbouwen, dus kan je verschillende items kijken wat je wil. Eventueel kussentje onder je knieholte. Andere benen overheen. Kan ook zijn dat die hier staat. Kan ook zijn dat die daar staat. Zelf even kijken wat voor jouw heup prettig is. Voet geflext, voet gepoint. En dan pak je eerst met je handen zo hier je knieholte vast. Je ademt hier rustig in. En je ademt uit. Maak jezelf mooi lang. Stap je verder, dan buig je. Ook je onderste knie. Inmiddels ben je al zover om het krachtcentrum op de uitademing aan te spannen. Wil je nog een stapje verder in deze houding, dan buig je je. Als je je rechterbeen onder hebt, dan buig je je rechter elleboog. Linkerarm gaat dan achterlangs. En dan adem je hier. Met behulp van het krachtcentrum aan, nog drie keer in en uit. Ja, zo zijn er meerdere opties die je kan doen in deze. Het zijn ook rugspierversterkende oefeningen. Dan zwaai je je linkerbeen, zwaai je naar achteren toe. Eventueel kussentje onder je heup. Dat is de ene optie. Andere optie is je been wat meer verder naar achteren strekken. Of helemaal naar achteren toe strekken. Misschien kussentje hier onder het zitvlak. Ja, belangrijk dat je je heupen soepel houdt. In de zij ligt, ziet hij er zo uit. En dan kan je ook nog helemaal naar de grond als je wil. Oké, kies de houding uit die je wilt doen. Dit was die andere optie, de eerste. Dan adem je hier bewust in en uit. Voor het soepel maken van je heupen. Als je wandelt, dan worden ze wat strammer, wat stugger. Omdat er veel gewicht op komt. En daarna is het weer belangrijk om de doorbloeding in terug te krijgen. Oké, hou je krachtcentrum aangespannen en blijf even drie ademrondes hier.
Dan kom je uit de houding die je gekozen hebt. Strek dan je rechterbeen voor je uit. Breng dan die strek dan je linkerbeen uit. Breng je rechterbeen eroverheen. Dus even zitten, zo kan je zo blijven zitten. Want je zit op een vliesdekentje, opgerold, hoog kussentje. Wil je iets onder je knieholtes? We hebben allemaal andere draadjes in ons lichaam. Dan heb je 3 keer volledig in- en uitgeademd. Dan kan je ervoor kiezen om deze knie ook te buigen, die onderste knie. En dan ga je je krachtcentrum aanspannen. Nu is mijn rechterbeen onder, dus ik buig ook mijn rechterarm. Jij doet waarschijnlijk spiegelbeeldig mee, dus is het net andersom. En dan kijk je of je hier je vingers vast kan pakken, maar hoeft niet hoor. Je kan ook je hand gewoon hier neerleggen bij het heiligbeen. Hou je krachtcentrum 3 rondes aangespannen. En blijf glimlachen. Kan een beetje voelen hè, als warm water, maar de strekking moet zo voelen warm water wat je kan drinken. Dat je zo een teugje van kan nemen en je verwarmt van binnen. Dan gaan we de volgende doen. Je brengt of je knieën zo uit elkaar en adem je hier 3 keer bewust in en uit. Of je gaat je achterste been strekken. En dat kun je ook doen door je handen aan de grond te houden. Dat kan ook om helemaal te komen liggen op de grond. En ga dan je krachtcentrum aanspannen op het moment dat je uitademt. In laat je weer los. En uit. En daarna hou je je krachtcentrum aangespannen. Til je hoofd op als je in deze positie lag. En kom dan even met je voeten tegen elkaar aan zitten. Adem hierin. Open je borstbeen en adem uit. Maak je rug rond. Ben je nou heel flexibel? Dan kun je misschien je voeten wat dichter bij je trekken. En dan kun je je handen neerzetten aan de grond. En is het hier open? De borstbeen en maak rond. En ga je trekken. En duwen. En anders ziet hij er natuurlijk wat volgt uit. Hè? Je voeten hier, je handen bij je scheenbenen. Oké, ga je krachtcentrum aangespannen houden. En blijf eventjes de beweging maken. Dan gaan we zo dadelijk nog 1 strekking doen. Daarvoor kom je liggen op je rug. Maar misschien wil je eerst heel eventjes kijken wat we gaan doen. Liggen op je rug. Linkerbeen in de lucht. Misschien vliesdeken nodig voor onder je linkerknie, linkervoet. We laten dit been helemaal naar opzij toe glijden. Je kan er natuurlijk ook altijd voor kiezen om je knie zo te buigen. Ik heb hem gestrekt, het been. Nu breng je je linkerarm naar achteren toe. En dan kijk je ook naar links. Je zou nog je hand hier neer kunnen leggen op je bekkenbordje. En dan adem je er 3 keer volledig in en uit. Dan ga je daarna 3 keer op de uitademing je krachtcentrum aanspannen. Om nog even wat vloeistof in het lichaam vast te zetten. Dan hou je je krachtcentrum aangespannen. En dat opent veel meer je borstkas. Hè? Je ademt veel meer in je hoge flanken.
Dus je tussenribspiertjes krijgen een poetsbeurt. Het kraakbeen van je wervels naar je ribben toe. En van het borstbeen naar je wervels toe. Dat ben je allemaal aan het hydrateren. Kom je vanuit hier terug, eventueel vliesdeken meenemen naar de andere kant. Strek heel even je benen vol na. Leg jezelf weer even goed recht neer op de mat. Nu ga je je rechterbeen strekken, rechterbeen breng je helemaal naar de grond. Eventueel je knie buigen, eventueel vliesdekentje eronder voor die knie. Rechterarm ga je strekken. Linkerhand leg je op je bekkenbotje. En dan adem je hier 3 keer volledig in en uit. En je kan ook nog je blik naar links en rechts toe draaien. Dan ga je 3 keer je krachtcentrum aanspannen. Neem die navel mee naar binnen en laat je weer los. Lift je bekkenbodemspieren op. Voel wat er gebeurt. Wat gaat daar aan? Oké, hou dat aan en adem door. Dan kom je uit deze houding. Zet je voeten neer aan de grond. Til het zitvlak wat op en breng die knieën bij elkaar. En leg je handen op je onderbuik. En ga de volledige ademronde doen. We zijn klaar met het soepeler maken van de heupen. Misschien was er 1 oefening die je best wel lastig vond. Dan zou je ervoor kiezen om die bijvoorbeeld iedere dag even te doen. Zo 3 ademrondes, rechts en links. Maar nu is het tijd om die adem weer rijkelijk te laten stromen. Je benen gestrekt, je armen gestrekt, je ogen gesloten. En je kunt zo lang mogelijk blijven liggen. Je kan natuurlijk ook voor kiezen om op je zij te komen liggen of op je buik als je dat prettiger vindt. Ik ga zo de video stoppen. Dus ik wil je alvast heel erg bedanken voor je aandacht. En bedankt dat je mee hebt gedaan. Dus geniet nog even liggend op je rug. En geniet als je klaar bent zo dadelijk van jouw dag. Tot gauw.